Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Wij gaan vandaag weer een wedstrijdje lopen van 5 kilometer in het plaatsje Lattrop. Dit ligt vlakbij Hengelo. Ze hebben hier in Lattrop ook een mooie sterrenwacht zoals je ziet. Dus ja, ik ben benieuwd wat we nog meer allemaal in Lattrop te zien krijgen. Ik had nog nooit van de plaats gehoord. Ja, volgens mij heeft Lattrop nog nooit van hardlopen gehoord. Want ja, ik heb mij de nummer 2 op van de 7 renners van de 5 kilometer. Heel apart. Wij gaan gewoon eens even zien wat het wordt. Eén dingetje. Even abonneren, subscriben. Het is gratis. Druk even op het belletje en like deze video. En wij gaan elkaar zien bij de start. Tot zo. Nou, we zijn bijna aangekomen bij de start. Het feestgedruis is al begonnen, zie ik. En ja, we gaan hier maar eens eventjes een lekkere 5 kilometer doen. Je ziet dat ik nog aardig warm gekleed ben. Dit komt omdat het 4 graden boven nul is. Een beetje fris, vind ik. Nou ja, we zullen ons straks even omkleden. Even kijken waar we de kleertjes kwijt kunnen. En dan gaan we er eens even aan beginnen. De Jongkindloop 2021. Met 7 hardlopers. Nou, we hebben ons omgekleed. Het is dus tijd om zo te gaan. En ja, dat mag voor mij ook wel, gezien het nog steeds 4 tot 5 graden is. Ik zou het wel lekker vinden om even te beginnen. Ik ben benieuwd waar mijn andere 7 deelnemers zijn. En ja, dit gaat het worden. 5 kilometer door het mooie, pittoreske plaatsje Lattrop. Ik spreek jullie bij de start. Nou, het lijkt bijna dat van de 7 man zich 3 ziek hebben gemeld. Oh nee, ik zie nummertje 6 al. Ja, het wordt een hele spannende loop, jongens. Deze kan heel geheid verkeerd gaan. Gezien ik, ja, gezien ik niet echt iemand heb om achteraan te rennen. Ik denk dat ik straks helemaal alleen ergens op het landgoedje ren. We gaan het zien. We gaan zo starten. Show! 5, 4... 2, 1,
Nou, het gaat er weer heerlijk aan toe. Iets te hard van start gegaan. Ik zie dat er nog twee mensen achter mij lopen. Ach, met zo weinig lopers wordt de kans wel groter om eerstes of laatstes te worden. Nou, dat eerstes kan ik wel vergeten. Want alles rent mij te snel naar voren. En we gaan nu eens even kijken of wij de mensen nog een beetje achter ons kunnen laten. Op naar de volgende paar kilometer. Tot zo. A generation of my time. There is nothing we can do.
Het is nog nou ja, iets meer dan een kilometertje te gaan. Beetje jammer van die harde start van mij. Had niet gemoeten. Ik had gewoon lekker een pace van 5,5 tot 6 moeten gaan lopen. Maar
Ik wou weer achter die andere vier aan. Nou ja. Oh, ik word niet laatste. Er rent nog weer achter mij in het roze. Dus dat geluk hebben we dan ook weer. Ik ga er in ieder geval voor zorgen. Volgende week dan hebben we de Dwingelder Veldloop 2021. Dat ik eventjes het eerste kilometertje flink op mijn horloge ga kijken. Of ik mij wel netjes aan die pace van 6 hou. Aan het eind kan je dan nog even lekker doortrekken. Dit noemen ze een negatieve split. En ja, dat moet heel goed zijn. En dat moet ook makkelijk kunnen. Omdat je dan aan het einde van de run nog wat extra krachten over hebt. Net zoals je bijvoorbeeld in de 4 mijl van Groningen zag. Dat ik in één keer nog even dat laatste sprintje kan doen. Heerlijk. Nou. Het meisje in het roze komt stiekem al wat dichterbij. Dus om te voorkomen dat wij de laatste worden, gaan we nu maar even weer een stukje rennen. Ik, nou, een kilometertje. Ik spreek jullie wel bij de finish. Yo!
Nou, dat is een beste 5 kilometer. Een behoorlijke. Want ik zit nu al op 5,3. Ja, dat heb ik niet afgesproken. Ik dacht bij de laatste 200 meter gas erop. Maar ik zie voor mij dat het er al wel is. Ik wil wel even een beetje leuk over de finish komen. Dus we gaan deze laatste 100 tot 200 meter nog maar even doen. Tot zo. Tot zo. Met zijn camera, nu binnen. Nou, dat was hem. De 5,4 kilometer van Lattrop. Wat een heerlijk mooi natuurgebiedje. Lekkere loop. Ik heb er aardig van genoten. Wij gaan naar de afsluiting. Ik zie jullie zo. Yo! Laatste meter is tot de finish. Nou, dat was hem alweer. De Jongkindloop in Lattrop. We hebben heerlijk genoten van deze run. De 5 kilometer gedaan. En het was verdienstelijk om te doen. 5,5 kilometer is het trouwens geworden, dus net eventjes iets langer. Volgende week zitten we bij de Dwingelder Veldloop. Dan gaan wij de 10 kilometer doen, dus we gaan flink trainen deze week. En vergeet niet jongens, even subscriben, abonneren, like deze video en druk op het belletje. Dan gaan wij even genieten van een heerlijk verdienstelijk pilsje. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En sowieso tot volgende week, tot de volgende Russo's Running Channel. Proost!